dames. Kun je mee? Ga het weg. Afwassen. Afdrogen. Ja, die kun je wel. Ja, ik ga afdrogen. Ga nu afwassen. Het is juni. Het is zonnig en behoorlijk warm. Ook voor de ouderen van zorggroep Raalte is het vakantietijd. Daarom kwam de zorggroep met het idee om met de bewoners een soort van op vakantie te gaan naar camping Kriegersbelte in Raalte. Nou, de bedoeling is dat mensen even lekker een dagje uit zijn en lekker in de natuur gewoon even helemaal uit de structuur, even op een andere plek zitten, lekker buiten. Ja, wij denken vooral na over de nieuwe generatie ouderen. Wat kun je die bieden? En dan is op vakantie gaan is best belangrijk. De nieuwe generatie ouderen zijn een ander soort ouderen dan de doorsnee ouderen. Die moeten dus iets anders voorgeschoteld krijgen dan wat er normaal gesproken wordt georganiseerd voor ouderen tijdens uitjes. Nou, die mensen hebben toch wel meer vrije tijd gehad. De generatie hiervoor vond alles wel goed. Alles wat je voorschotelt, nou prima. We hebben nooit eigenlijk veel tijd voor hobby's en vrije tijd gehad. En je merkt nu, deze ouderen hebben al heel veel, waren vroeg met pensioen. Die hebben lange tijd leuke dingen gedaan voor zichzelf. Dus ja, en de geëikte dingen, daar stappen we een beetje vanaf. Dus we gaan op zoek naar nieuwe dingen en dat vind ik leuk. Bevalt het u hier? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja. En wat bevalt u? Nou, dat u er bent. Ja. Nou, dat klopt toch? Je kan ze niet allemaal noemen hier, hoor. Maar wat vindt u ervan dat dit georganiseerd wordt? Nou, ik heb nog nooit gehoord dat het op deze wijze. Nooit. Dit is heel nader. Dat vind ik wel heel goed. Ja. Nou, dat is wel lastig. Dus u geniet met volle teugen? Wat zeg je met dat? U geniet met volle teugen? Ja, waarmee? Met drank of niet? Denk je dat het volgend jaar weer gaat gebeuren? Ja, ik heb net gisteren overleg gehad, dus we gaan volgend jaar voor 2 tenten. En wat wij leuk vinden is dat er nog meer verbinding onderling is tussen de bewoners, ook wat locaties betreft. Dus willen we eigenlijk 2 tenten naast elkaar en dan verschillende locaties, zodat ze ook elkaar weer ontmoeten. Gisteren was er bijvoorbeeld een dagbestedingsgroep bij ons op de locatie. Die kwam iemand opzoeken die ze nog kenden. En je zag dat heel veel mensen elkaar kennen. Dat was zo leuk. Heel simpel. Met elkaar gegeten. Samen gymnastiek gedaan. Nou ja, hoe leuk is dat? Je mag ook staan blijven, wat u wil. Is dat makkelijk, hè? Ja. Nou bent u een dagje op vakantie en dan moet u ook nog afwassen. Ja, zeg dat wel. Wat is dat nou dan? Daar klopt niks van.